Het kleine hervormde kerkje van Britswert, af en toe in gebruik voor diverse doeleinden, kreeg op 6 juli 1979 een gedeelte kerkelijke attributen binnen zijn muren uit de verzameling van de hiervoor reeds bekende pastoor Janning uit Workum. Bij de opening ligt hij zelf een en ander toe. Aan de tongval kunnen opbrengen om Fries goed naar voren te brengen. Dus ik zou willen vragen of ik het in het Hollands mag doen. Goed, maar het is namelijk zo, we leven in een wereld die een geweldige verandering heeft ondergaan de laatste tijd. In het technisch gebied is een geweldige... Namens nee, was dat ook nog wel. Ja. 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 Na een periode van veel zorg en vlijt tijdens de restauratie kwam het kerkje van Frieslands kleinste terpdorpje Jouwsweer even in de schijnwerpers te staan. Toen het moment was aangebroken dat dit omvangrijke gewei voltooid was, kwam men op de avond van de 6e juli bijeen in het uit de 13e eeuw stammende bouwwerkje. Kerkvoerdij, gemeenteleden en genodigden schoven met zichtbaar genoegen in de in stemmige kleuren gelakte bankjes en de lovende woorden die over dit alles werden uitgestort hebben ertoe bijgedragen dat ook hier in een kleine leefgemeenschap van zo'n 50 inwoners een nieuwe start gemaakt kon worden. Kindergroepen uit Oost-Stellingwerf behoeven niet ver te zoeken naar een voor hen geschikte speelplaats. De Appelschaasterbossen bieden alle jaren weer een heerlijke bestemming in deze voor hen georganiseerde vakantiespelweken. Scutjesielen mag dan voor menig in een bijzondere attractie zijn, niet in ieder beleefde op deze ruige julidag op het IJsselmeer bij Staveren er even veel genoegen aan. Onze 14-jarige Nienke kon maar weinig waardering opbrengen voor het schouwspel vanuit de wildslingerende persboot die haar de kleuren meer af dan op deed gaan. Het was of hun leven ervan afhing, zo draafde op 25 juli de deelnemers aan de plaatselijke wedstrijd met hun paarden door de dorpsstraat in Noordwolde. De Olympische Spelen hadden geen enthousiaste publiek kunnen krijgen. Ja. 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 Ja.
je onder het veld staan. Niet aan de pas. Nee. Enkele dagen na de brand te Heeg, die de dubieuze eer te beurt viel de eerste brand in het nieuwe jaar te hebben, stremde het bluswater tot een stevige ijslaag en haalde jong en oud de schaatsen uit het vet. Was de gracht rond het pad tenslotte de Marsum voor de jeugd te domein, de echte liefhebber kon met zijn hart ophalen om bij gezellige, meestal wat langdurige PTT-bijeenkomst in het achterzaaltje van Café Volkensma aan de Schans te Staveren, zette het gezelschapje de passer in op weg naar het zo lang verbeide echte postkantoortje dat vandaag 18 februari door burgemeester Oosterhuis
De oude meelfabriek in het Sperkhemd de Sneek, een niet weg te denken begrip in stad en omgeving, wordt na tientallen jaren in het straatbeeld te hebben gedomineerd met de grond gelijkgemaakt. Het fabriekscomplex gaat plaatsmaken voor een geheel nieuw woningproject, waarvoor de eerste paal pas volgend jaar september de grond in zal gaan. Minister Belaerts van Blokland krijgt het ongewone karwei te volvoeren om officieel de oude muren de genadestoot te geven. Officieel te overkomen. Dat is de vlag van de gemeente.
Ja, ja. Even de burgemeester ook, zakken. Ja, zakken. Ja, houd hem af, houd hem af mee. En dan even kijken naar de toren. Even afhalen, ja.
Laat ze blijven waar ze horen, bij het platteland. U mag de oranjekoeken alleen verorberen, maar u mag ze ook... U krijgt er geen eten van. Waarop u de moeilijkheden van de afgelopen tijd hebt weten op te vangen en te verwerken, is zeker hier op zijn plaats. En dat geldt met name ook voor de 6 uur, 9 uur, 6 uur. Ik zou niet zeggen dat het loopt. Thank you.
Ja, ik